Lieke Splinter, ja. Geweldig gereden. Ja, super gaaf. Echt een hele mooie koers. We hadden Anne Leelt van onze ploeg al meteen in de eerste kopgroep. Ja, en er werd natuurlijk op gejaagd en op een bepaald moment weet je, ze worden ingelopen. En dan is het echt even heel zwaar, want dan gaat het heel hard om echt dat gat te maken. En we waren twee ploegen met twee dames. En natuurlijk Carla, die heel snel is. Dus ik wist gewoon van, ja, dit gaat echt een hele pittige finale worden. Ik had me gefocust op Iris van der Stels. En dan kijk ik of ik bij één van de twee kan zitten. Maar het was helemaal op het einde. Maar ik ben zelf wel, tevreden. En ik zat in een goede groep. Je bent er een paar jaar uit geweest. En nou weer helemaal terug. Hoe doe je dat? Ja, nou, ik geniet gewoon heel erg van het sporten en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, want ik geniet er heel erg van. En ja, hoe doe ik het? Ja, weet je, als je het heel leuk vindt, dan kan er een heleboel. Had Klasina je nog iets meegegeven voor vandaag? Nou, wat zij meegeeft is gewoon waar je op moet letten en bij wie je moet zitten. En dat wist ik vandaag. De rode pakken gingen de koers maken en dat was duidelijk, want die hebben ook de finale gemaakt. En dan moet je zorgen dat je bij de goede slag zit. Ga je ook nog richten op de 200? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, zeker na vandaag heb ik goede moraal. En ik hoop dat ik dan aan het einde wel iets meer over heb. Heel veel succes. Dankjewel.